Hallo allemaal, welkom op deze nieuwe aflevering van Hot Camping. We maken hier samen met Actie Freelife en Kadak maken we een reeks van 8 video's waar we jullie meenemen in een verhaal van maaltijden die je op de camping kan maken die niet zo gewoon zijn als dat je die normaal op een camping ziet. Vandaag zijn we te gast in Frankrijk. We gaan voor u een eendenborst maken met appelsinesaus, dus canard à l'orange. Wat gebruiken we daarvoor? Natuurlijk de eendenborst. Voor de saus worteltjes en selder, een beetje ui, kruiding, laurier en tijm. We karamelliseren dit met suiker. We voegen daar appelsienpartjes aan toe. De restjes van de appelsien waar we de partjes uit gesneden hebben, gaan mee in de saus, worden er later uitgezift. We serveren daar een gebakken aardappeltje bij en een slaatje van witloof. Beginnen doen we met de eendenborst op te kuisen, want zoals je ziet zit daar hier en daar nog wat pees aan. En het vel moet nog ingesneden worden, want anders gaat hij helemaal krom trekken. Dus eerst verwijderen we de pezen. Eens de peesjes en de bloedvaten verwijderd zijn, draaien we de eendenborst om en gaan we de velkant mooie insnijding geven tot op het vlees. We doen dit kruislinks. Voilà, dat je dit resultaat krijgt. Als je dit niet doet, gaat je eendenfilet helemaal krom trekken en dan is het heel moeilijk om die mooie gaar te krijgen. In tussentijd kruiden we de filet langs beide kanten met peper en zout. Er moet geen vetstof in, want de eend heeft op zich vet genoeg om te bakken. Eerst op de velkant in de pan, zodanig dat het vet kan smelten dat je de eend goed kan bakken. We nemen een propere snijplank om contaminatie te voorkomen, want daar heeft rauw vlees op gelegen, daar gaan we geen groenten op snijden. En we pakken ook een ander mes. Onze appelsien gaan we pellen, à vif. Wat wil dat zeggen? Je snijdt het achterstukje eraf, het voorstukje eraf. En dan gaan we mooi langs het vruchtvlees naar beneden snijden, dat we dat mooi tot op het vruchtvlees eraf snijden. Die schillen doen we weg, daar zijn we niks mee, want dat zou de saus alleen maar bitter maken. De partjes die kan je er mooi tussenuit snijden. Je ziet hier overal die vliesjes lopen. Daar kan je mooi met je mes langs twee kanten. En de partjes komen er vanzelf uit. Nog mooi uitnijpen, want dat sap kunnen we gebruiken in de saus. Dit gooien we niet weg, die houden we bij. En die gaan dadelijk ook meegebruikt worden om de saus klaar te maken. Intussen is onze eend mooi aan het bakken. Zoals je ziet bakken we dit op een dubbel gasvuur van Kadak. En ik moet eerlijk zijn, het is het beste toestel dat ik ooit al op een camping gebruikt heb. We draaien ons eendenfilet mooi om en we gaan het vuur een beetje temperen. Een eend die bak je tot een kerntemperatuur van een 55 tot 60 graden. Dan is die perfect rosé van binnen en dan is die heel lekker om te eten. Hoe kan je dit weten? Thermometertje. Die vind je in elke speciaalzaak, voedingszaak of in bepaalde winkels. Het moet niet elektronisch zijn, het kan ook een gewoon manueel thermometertje zijn met een naaldje aan. Maar die dingen die zijn heel handig, ook als je gaat barbecuen om je kip of je andere vlees perfect op temperatuur te krijgen. Normaal gezien steek je de eend in een oven. Vermits we hier op de camping geen oven hebben, creëren we die zelf. En nu doen we dat. We hebben een tweede pan. En die leggen we daar mooi bovenop. We zetten het vuur laag en we hebben onze oven. We braden deze eend op het 2-pits gasfornuis van Kadak. Het is een perfect toestel, heel licht om mee te nemen. Het past in een draagtas. Het voordeel daarbij is, je hebt bij dit toestel nog een aantal hulpmiddelen. Waaronder een bakplaat en een grillplaat. Dus je kan je perfect, hier kan je pannenkoekjes op bakken of je eitjes. Hier bak je je spek op 's morgens. Heel handig om af te wassen. Die zijn met een beetje water en een beetje zeepsop zijn die onmiddellijk proper. Dus op zich een perfect toestel. We doen daar de kruiden bij. We doen daar een drankje bij. Dat kan triple sec zijn, dat kan cointreau zijn of dat kan Grand Marnier zijn. Iets wat met citrus gemaakt is. Plus doen we de saus met witte wijnazijn om een zuurtje toe te brengen. En verder voegen we nog wat vleesbouillon toe.
boter in de pot. We nemen onze groentjes erbij. Die groentjes mooi aanfruiten, niet laten kleuren. Die moeten niet bruin worden, die moeten gewoon een beetje aangestoofd worden. Selder mag erin. De worteltjes gaan erbij. Gesnipperde ui. Witloofslaatje serveren we daarbij. Kontje eraf. Snijd de witloof overlangs in twee. De harde kern uit de witloof die verwijder je, want die is veel te bitter. Dan is het gewoon een kwestie van die heel fijn te snijden. We hebben nu gekozen voor witloof, omdat dat voor mij een ideale groente is om bij dit gerecht te serveren. Mayonaise. Voilà. Goed mengen. Je kan het ook met een vinaigrette doen, maar witloof vraagt eigenlijk om een beetje vet en om een beetje zachtheid. En mayonaise is zachter dan dat je daar azijn en olie gaat aan toevoegen. We kruiden dit ook met wat peper en wat zout. Je kan er eventueel nog een appeltje bij snijden als je rauw witloof klaarmaakt. Maar in dit geval, omdat we wat met appelsine zitten bij de eend, gaan we daar geen appeltje aan toevoegen. Eenmaal als die klaar is, zetten we die weg, liefst in de koeling, totdat alles klaar is. We gaan nog naar onze eend kijken. En onze saus. Voilà. Zo, die groentjes zijn mooi aangefruit. Daar voegen we nu de restjes van de appelsien aan toe. Een beetje rietsuiker. Een blaadje laurier. Een paar takjes tijm. We hebben een teentje knoflook. We gaan die pijl daar niet afdoen, dat is voor niks nodig, want die saus wordt toch gezift. Gewoon kneuzen. Voilà. Die gaat er ook nog bij. Intussen tijd kijken we al eens naar de temperatuur van onze eend. Onze saus die gaan we blussen met de triple sec. Er mag een flinke geut in, die alcohol die verdampt toch. Ook als je dit klaarmaakt voor kinderen is dat geen enkel probleem, die alcohol is volledig weg. Dit laten we even uitkoken om de alcohol te laten verdampen. En dan gaan we daar de bouillon of de bruine fond aan toevoegen. Die kan je kant en klaar in de winkel kopen. Bijvoorbeeld het merk van La Croix heeft dat. En in verschillende winkels heb je eigen merken van bruine fond of vleesbouillon vloeibaar. Vind je dit niet, kan je ook een vleesbouillonblokje oplossen in warm water. En dat geeft hetzelfde effect. Dit geeft een specifieke smaak, want dat is een getrokken bouillon. Waar dat alle nodige ingrediënten in zitten om een voldoende smaak aan dit product toe te voegen. En die saus laten we nu inkoken. Kruiden van de saus doen we op het einde. Als we nu zout en peper gaan toevoegen, als die gaat inkoken, kan het zijn dat die straks te straf is. Nog eens controleren naar de eend. Voilà, die is perfect op temperatuur. We nemen onze aluminiumfolie. We nemen onze eend en we leggen die mooi op de folie. Dit vet gaan we niet wegdoen. We gaan dat gebruiken om de aardappeltjes in te bakken. Want dat vet heeft smaak van de eend. Dus dat is perfect bruikbaar om de aardappeltjes te bakken. Terug op het vuur. Deze pan mag weg. Die hebben we niet meer nodig. We gaan daar nog een beetje olijfolie aan toevoegen. De aardappels hebben we al mooi in blokjes gesneden. Dat zijn krieltjes die we gebruikt hebben nu. Die gaan we bakken met de schil aan. Dat geeft nog meer smaak.
vuur mag redelijk hoog. En de aardappeltjes gaan erin. We gaan alles proeven van de saus om te kijken of ze goed op smaak is. Ja, die is heerlijk. Eén pakken we in, blijft die mooi warm. En die leggen we aan de kant. Van Kadak zijn er ook van die kleine gourmetpannetjes die je kan kopen. En deze gaan we gebruiken om vandaag de aardappeltjes in te serveren. Die komen per vier. Tapas setje van Kadak. Kan je perfect een eitje inbakken, kan je gratin maken. Is voor heel veel doeleinden bruikbaar. Kleine pannenkoekjes die je serveert, noem maar op. Dus je kan het voor alles gebruiken. Met een heel mooie anti-kleeflaag in, heel makkelijk proper te maken. Je kan ze op de grote barbecue, op de barbecueplaat zetten. Je kan ze langs alle richtingen gebruiken. De aardappeltjes goed bakken. We gaan de aardappels ook kruiden met peper en zout. Peper en zout. Voilà. Om nog wat extra smaak te geven aan de aardappels, doen we daar een blaadje laurier bij. En een paar takjes tijm. En een teentje look. Opnieuw, hoef je niet te pellen, hoef je niet te snijden. Gewoon op de plank leggen met de mes plat drukken. Dat die mooi gekneusd is en die kan bij in de pan. Voor het serveren gaan we die er wel uithalen. Intussen heeft onze saus voldoende gekookt. We halen die van het vuur en we gaan die door de zift doen. Mooi aanduwen, dat we de meeste sappen eruit krijgen en ook de meeste smaak. En die mag terug op het vuur. Een mooie klopper erbij nemen en die kan terug nog wat inkoken. Die appelsienpaartjes die gaan we straks op het bord serveren. Die doen we niet in de saus. Doe je die wel bij in de saus op dit moment, gaan die helemaal kapot koken. En heb je echt prak in je saus en dat is niet lekker. Dus die worden koud geserveerd op het einde. Honing gaan we nog een beetje toevoegen aan onze saus. Niet te veel, want die is al zoet van zijn eigen van de suiker. En een heel klein geutje witte wijnazijn voor een zuurtje te krijgen. We nemen onze borden erbij. Voilà. Snijplank met de propere kant naar boven. Waar we straks de eend aan de achterkant gesneden hebben, kunnen we nu de andere kant gebruiken. De saus die werken we af met hoevenboter. Die moet koud zijn. Als die warm is, gaat dat een vetlaag geven en is dat niet lekker. Zo. De aardappelen zijn klaar. Die zetten we apart. We pakken de eend uit de aluminiumfolie. Die heeft kunnen rusten. Als je dit niet zou doen, zou dit nat allemaal op je bord terechtkomen als je die gaat snijden. Het vet van de eend kan je of mee aan tafel serveren of verwijderen. Ik ben ervoor om dit te verwijderen. Dit kan je eventueel nog heel mooi fijn snijden en in een pan aanbraden tot kaantjes. Heel krokant kan je nog serveren bij de eend, maar wij doen het op dit moment weg. Oké, dan zijn we klaar om te serveren. We gaan onze eend mooi in schijfjes snijden. Voilà. De borden staan klaar.
We nemen ons witloof erbij. Beetje witloof op het bord. Zo. Onze aardappeltjes. Die gaan in het pannetje. Eend wordt mooi dakpansgewijs op het bord gelegd. Het is nog mooi rosé. De stukjes appelsien. Zo. We nemen onze saus erbij. En we dresseren een beetje saus mooi over de eend. Voilà. De kruidige aardappeltjes, de kanaar à l'orange, alstublieft. Zo. Gezondheid. Hebben jullie genoten van deze video? Vergeet ons dan niet een duimpje te geven en abonneer je op ons YouTube kanaal. Heb je besloten om een van de gerechten na te maken? Geef ons dan een reactie onderaan. En hopelijk zien we jullie terug bij een volgende aflevering.